Dames en heren, maar vooral Francine, hartelijk welkom bij de uitreiking van de kubus. Iedereen in de jury heel duidelijk dat dit het moment van Francine Hoepen is. Ja. We waren er twee keer uit, maar anderhalf keer. Ik denk dat ik de liefde voor architectuur in elk project zie. En wat ik zo mooi vind, is dat je ook ziet dat het werkt. Dat die projecten ook die liefde voor architectuur weten uit te dragen. Ja. En voelbaar weten te maken voor de mensen die er uiteindelijk in wonen of werken. Dat dit een oeuvreprijs is die halverwege een carrière wordt toegekend. Het vermogen om door de ogen van anderen te kijken. Door flexibiliteit en dienstbaarheid. Het zijn allemaal eigenschappen die meer bij vrouwen schijnen voor te komen. En die komen, dames en heren, want dat is vaak het misverstand, niet in de plaats van, maar bovenop en naast alle talenten. Even nog een anekdote om de betrokkenheid van je team te laten zien. In de recente televisiedocumentaire over je werk leef je als kijker met spanning mee of jullie de grote prijs in grote prijs van de Bassen zullen winnen. Op weg naar de uitslag in de taxi zegt je rechterhand bij dit project dat de grond van zijn hart. Als ze niet voor ons kiezen, is dat jammer voor hun. Laatste stuk. Duiker, Rietveld, Aalto, Lina Bombardi, Eames, architecten die de modernistische idealen wisten te tillen boven het louter functionele of het kortstondige applaus. Dat zijn de poëtische modernisten die richting geven aan duurzame architectuur. En in die selecte groep moet jij een eerlijk aan. Kijk eens, mijn schatje. Dankjewel. Nou, hij kan weer terug. Ik dacht, de oeuvreprijs, dus ik dacht, laat ik iets heel kort zeggen over dat oeuvre, zoals ik er zelf tegenaan kijk. Heel veel mensen kennen ons nog uit onze begintijd, de stadsvernieuwing. Bij de opening van het National Kaohsiung Center for the Arts, Wei Wuying, genoot ik het meest van de duizenden en duizenden mensen die die publieke Banyan Plaza die wij hebben ontworpen, omarmden. En ik kan u vertellen, ik heb het ook al tegen veel mensen gezegd, het was voor mij als architect een van mijn gelukkigste dagen uit mijn hele leven. De bestuurdersfamilie uit Limburg en Brabant heeft mij met een glimlach toevertrouwd dat hen tegenwoordig gevraagd wordt of ze familie van mij zijn. Iedereen die mij kent weet dat ik eigenlijk niet wil hebben over het feit dat ik een vrouwelijke architect ben. Maar ik heb bedacht dat ik deze kubus op wil dragen aan Mieke Capetti. Enig meisje te midden van zes broers. Zelfredzaam zijn werd mij door haar als vanzelfsprekendheid meegegeven. Het mag duidelijk zijn, misschien dit aan Hedy, dat als je uit zo'n gezin komt, het zijn van een vrouw geen issue of een prestatie. En daarmee misschien wel aan alle vrouwen die zo belangrijk zijn geweest, maar die zogenaamd niet hebben bestaan. En maar heel mooi dat je met het beroep als architect samen de wereld beter en mooier kan maken. Dank u wel. Yeah.